Groot nieuws deze week. We konden het in Keulen horen donderen. Gelukkig nieuwjaar begon zo in hartje Keulen. De pijlen gingen recht op de menigte af. Het vuurwerk was afgeschoten uit groepen mannen die later vrouwen omsingelden, betasten en beroofden. Eén grote teringzooi dus. Laten we even kijken hoe de Duitse politie het verwoordde in een persbericht van 1 januari. Feiern weit gehen friedlich. Mijn Duits is niet heel goed, maar feiern is volgens mij feestvieren. Weitgehend is overwegend. Dus dan moet friedlich betekenen dat tientallen vrouwen als kuddedieren zijn opgejaagd, beroofd en aangerand, toch? Maar feiern weitgehend friedlich. En dat zegt de politie een dag nadat er een massa-aanranding heeft plaatsgevonden. Hallo, die vrouwen die werden uitgescholden voor slampen. Dat is het Duitse woord voor slet. En ook riepen de mannen fikkie fikkie. Dat is Duits voor fucky fucky, wat weer Engels is voor geslachtsgemeenschappie geslachtsgemeenschappie. De mannen die hadden een Noord-Afrikaans uiterlijk en een imbeciel innerlijk. Maar volgens agenten die erbij waren, ging het voornamelijk om vluchtelingen. Of, zoals de burgemeester van Keulen 5 dagen later zei... Es gibt keinen Hinweis, dass es sich hier um Menschen handelt, die hier in Köln Unterkunft als Flüchtlinge bezogen haben. Waarom zegt ze dit? Ik heb één theorie. Zij denkt, die vluchtelingen die hebben het al zo moeilijk. Nu hebben ze per ongeluk iets doms gedaan. Dus als wij nou gewoon nog dommer gaan doen, dan wordt iedereen boos op ons en niet op die arme vluchtelingen. Dat is best sympathiek van dat mensje van Keulen. Toch? Ja, maar... En dan had ze ook nog een handige tip voor vrouwen om nieuwe aanrandingen te voorkomen. Het is immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Dat is leuk geprobeerd, maar... Ik weet niet of dit het juiste gebaar is als je iemand op afstand wil houden, toch? Dus, bovendien, ja. Bovendien, als je aangerand wordt, ben jij niet degene die de afstand bepaalt. He, dat is de hele grap van een aanranding, weet je. Dat is een beetje het concept, zeg maar. Ja. Oké, we moeten vluchtelingen dus met open armen op afstand houden. RTL-verslaggever Jeroen Akkermans bracht die tip in de praktijk. Afstand houden tot grote groepen onbekende mensen. Bij evenementen, of zoals hier bijvoorbeeld in de binnenstad. Dat is tenminste het advies van de burgemeester, maar zie het maar eens vol te houden. Dat is nog niet zo eenvoudig. Kijk, dit is al echt te dichtbij, hoor. Jeroen. Jij rent zelf tegen hem aan, weet je wel. En dan kiest hij ook nog eens de eerste voorbijganger met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Gaat hij altijd zo te werk? Ja, je mag natuurlijk niet met 150 over een woonerf rijden waar kinderen spelen. Maar ja, zie dat maar eens vol te houden. Dat is nog niet zo eenvoudig. Boe, boe. Kijk, dit zijn eigenlijk al te veel kinderen, hoor. Het belangrijkste is dat geweld tegen vrouwen ontoelaatbaar is. En toch hebben bijna alle vrouwen ermee te maken. In Keulen, maar ook in Nederland en eigenlijk overal ter wereld. Waarom gebeurt dat? Er zijn maar 2 ezelsbruggetjes die je hoeft onthouden. Tot je 5 jaar bent geldt de afkorting MPKV, meisjes plagen, kusjes vragen. En daarna is het ezelsbruggetje, blijf met je gore poten van vrouwen af en hou op met het bagatelliseren van ongewenste intimiteit. En dan heb ik het niet alleen over fysiek geweld, maar ook over, hey, schatje, naar een vrouw roepen. Of zelfs termen als pst, pst, want het is toch belachelijk dat vrouwen s'avonds niet in hun eentje over een ezelsbruggetje kunnen wandelen. Ja, belachelijk. Goed. Het probleem, en dus ook de oplossing, ligt bij mannen. Zeg dus niet dat vrouwen afstand moeten houden, zoals de burgemeester van Keulen deed. Daarmee geef je een volstrekt verkeerd signaal af aan de Duitse jeugd. Met alle gevolgen van dien, want de commercie is er al op ingesprongen. Beginne das neue Jahr in style. Met Schlampenbarbie. Die tollste Schlampe für jung und alt. Party machen mit ihren Freundinnen in Köln. Oh, guck mal. Da is Mustafa Ken. Prost, neujaar. Au. Pfoten weg. Hilfe. Ah, da is zum Glück die Bürgermeisterin. Hilfe, Bürgermeisterin. Du hast es doch selbst so gewollt, Schlampen-Barbie. Halte immer eine Distanz von einer Armlänge. Los, eine Armlänge. Gut gemacht, Schlampen-Barbie. Oh je, da is Mustafa Ken wieder. Zusammen mit seinen 90 Freunden mit nordafrikanischem Aussehen. Lass dich nicht bedrängen. Zum Glück hat ja Schlampen-Barbie ihren coolen Teleskoparm. Lebensraum. Nicht befummelt zu werden, war noch nie so schön. Mit Schlampen-Barbie. Ganz geil. Erstatte jetzt Anzeige wegen sexueller Belästigung. Und du hältst gratis Barbies Hündchen Fiki Fiki dazu.
Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.